ben je narcistisch als je graag de leiding neemt? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank u wel. Dames en heren, in tegenstelling tot mijn collega Erik Scherder kan ik niet in het brein kijken. Maar wat ik natuurlijk wel kan doen is aan een leider vragen door middel van vragenlijsten of door middel van interviews erachter proberen te komen wat er bij mensen leeft. En de vraag die wij ons in de organisatiepsychologie regelmatig afvragen is van wat leeft er nou in het brein, in de motivatie van een leidinggevende? En stelt u nou eens voor, u kunt de drijfveren van een leidinggevende kunt u ontwaren. Wat denkt u dan wat we daar vinden? Wat is nou de drijfveer van een leider? Roept u maar even. Geld hoor ik daar. Macht. Wie zijn macht? Hartstikke goed. Macht en status. Dat is niet makkelijk om te onderzoeken. Want als je namelijk aan een leider vraagt, wat motiveert u nou eigenlijk? Dan krijg je vragen, antwoorden als de klant en de maatschappij. We zijn er hier voor elkaar. Allemaal mooie woorden. Maar op het moment dat je die interviews uitschrijft en je gaat eigenlijk kijken en je laat onafhankelijk van elkaar meerdere mensen kijken wat er nou eigenlijk staat, dan zie je dat ze vooral streven naar macht en status. En de Amerikaanse psycholoog David McLennan heeft dat onderzocht en die kwam er een aantal decennia geleden achter dat managers vooral worden gedreven door een streven naar macht en status. Dat onderzoek is in Nederland ook gedaan. Dus er is bij topmannen, vooral mannen overigens, mannen met topmensen in de grote organisaties in Nederland is onderzocht wat hen nou eigenlijk motiveert. Het antwoord is hetzelfde als in Amerika, macht en status. En ik sprak ooit een van de psychologen die dat onderzoek had gedaan. En die zei tegen mij, als je met topmanagers praat, dan gebeurt er ook vaak iets heel bijzonders. Ze geven je aan het begin van het gesprek vaak een spreekwoordelijke klap. Om even te laten merken, ik sta hier en jij staat daar. Dat doen ze door expres te laten komen, je expres geen stoel aan te bieden en zelf wel gaan zitten. Of je expres geen koffie aan te bieden. Of tegen ze te zeggen, ja, ik heb hier nou wel ja tegen gezegd, maar ik weet eigenlijk niet waarom. Even laten merken, jij staat hier en ik sta daar. Is het nou zo dat alle managers die in de top zitten, dat narcisten zijn? Het narcisme is, de kenmerken van een narcist is eigenlijk een psychologische of een psychische stoornis. Een narcist heeft last van grootheidswaan. Ze vinden zichzelf helemaal fantastisch. Ze willen heel graag bewonderd worden, dat mensen ze leuk vinden. En ze hebben ook een gebrek aan empathie. Ze hebben moeite om in te leven wat er nou eigenlijk speelt in het hoofd van die ander. En de vraag is, zijn alle managers nou narcisten? Het antwoord op die vraag is nee, gelukkig. Niet iedere leidinggevende is noodzakelijkerwijs een narcist. Maar narcisme komt in de top van organisaties wel significant vaker voor. Dit soort mensen die narcistisch zijn, kom je vaker tegen op het moment dat ze in de top van een organisatie zitten. Dat heeft enorme impact op de rest van een organisatie. Waarom? Omdat een narcist op zoek is naar bevestiging. Die wil constant het gevoel krijgen dat hij goed bezig is. Dus wat moet je dus ook doen? En dat is even een vreemde waarheid. Ik weet niet of uw baas misschien een beetje narcistisch is of iemand dat herkent. Is iemand die een narcistische baas heeft? U wordt niet gefilmd, maakt u zich geen zorgen. Oh, het licht gaat aan. Nee, oké. Okay, nou. Op het moment dat je baas een narcist is, dan moet je hem vaak toch een beetje naar de mond praten. En het blijkt ook uit onderzoek dat als je tegen een narcist ingaat, dat dat slecht is voor je carrière. Ja, ik hoor iemand heel erg ja zeggen. U heeft het allemaal mee mogen maken. Op het moment dat je uitspreekt tegen een narcist, dat vinden ze niet leuk. En je moet eigenlijk in hun gedachtegang moet je meegaan. Maar die grootheidswaanzin, die dus niet altijd voorkomt in de top van het bedrijf, maar wel vaker, die heeft heel veel gevolgen. En een daarvan is bijvoorbeeld dat managers een behoefte krijgen om aan bevestiging en ze willen heel graag winnen. Ze zijn heel competitief. Het gevolg is dat ze bijvoorbeeld hele rare dingen gaan doen en één heel raar ding in een organisatie is een fusie of een overname. Hoeveel procent van de fusies en overnames denkt u is succesvol? Wat denkt u? Even een gokje. 10%. Het goede antwoord is 20%. Een Nederlandse econoom, Hans Schenk, heeft duizenden fusies onderzocht en daar kwam uit steeds, en ook met collega's in het buitenland, dat zo'n 20% levert meer op dan het gekost heeft.
Fusies en overnames zijn over het algemeen, sorry dat ik het zeg, een teken van grootheidswaanzin. Het is namelijk de perfecte manier om in één keer je koninkrijk een stuk groter te maken. Fusies en overnames werken niet, maar zijn eigenlijk goed verklaarbaar vanuit de psyche van de leidinggevende. Je zou het een beetje zo kunnen zien, want waarom doen we het dan toch? Stel je zich eens voor, wij gaan allemaal met 100 euro naar het casino. Wie komt er naar buiten met de meeste winst? Dat is degene die heel veel risico heeft genomen en heel veel geld heeft ingezet. En dat is eigenlijk wat we met fusies ook zien gebeuren. Mensen nemen enorme risico's, want als het net als je bij die 20% zit, ja, dan ben je de man of de vrouw. Het grappige is dat die mensen in de top, die dus niet altijd, maar wel vaker lijden aan narcisme, krijgen ook de raarste bijnamen. Zo heb je de gorilla van Wall Street, je had de slang, de generaal, de aap, alle rare woorden voor dit soort figuren. En zelf heb ik ooit mogen werken in een bedrijf wat werd overgenomen door Fred. Fred de Shred, oftewel Fred de papierversnipperaar. En inmiddels is vastkomen te staan dat Fred een 100% narcist was. Dat merkte hij op de volgende manieren. Hij luisterde naar niemand. Hij wilde alleen maar zelf bepalen wat hij moest doen. Maar hij had ook volledige grootheidswaanzin. Hij bemoeide zich met alles, dus ook de kleur van het tapijt. Letterlijk. En iedereen was zo bang voor hem dat er iemand vooruit ging als hij op dienstreis ging. En dan moest er gecontroleerd worden of er geen bananen waren met vlekken, want die wilde hij niet. Mocht u denken dat dit een grap is, helaas, dat is niet het geval. Het gevolg is dat die mensen die willen dus bevestiging. En wat zie je is dat leiders, zeker narcisten, worden omgeven door leugenaars. En dat is een probleem voor veel leidinggevenden. Managers worden vaak omgeven door leugenaars. Waarom? Omdat dat het beste is voor je loopbaan. Ga vooral mee in het gedachtegoed van een narcist. Een ander duidelijk onderdeel daarvan is dat mensen in de top in het algemeen en narcisten in het bijzonder slecht luisteren. En wat blijkt nou uit onderzoek in organisaties? Luisteren is ongelooflijk belangrijk. Dus wat kunnen wij leren van narcisme? Dus hoe kunnen we nou eigenlijk leren hoe het niet moet, is dat we eigenlijk goed moeten luisteren naar onze medewerkers. Dames en heren, ik ben een heel klein beetje jaloers op Erik Schredder, en dat ben ik om meerdere redenen. Maar een van de redenen is dat ik nooit, ik heb nooit iets om wat te laten zien. Hij heeft het over het brein en dan kan hij zo mooi laten zien en waar het allemaal zit. En vandaag, dames en heren, kan ik u ook eens een keer wat laten zien. Want ik heb namelijk het hoofd meegenomen van een leidinggevende. Voor de mensen die links zitten, mochten er jonge lui in de zaal zijn of mensen die nooit tv kijken, dit is Barack Obama, de Amerikaanse president. Als ik u een tip mag geven, als u zelf leidinggevende bent en u wil op die schaal van narcisme wilt u niet al te hoog scoren en u wilt dus niet de fout maken die de narcist wel maakt, dan moet u goed luisteren. En de metafoor die daarbij hoort, u ziet deze persoon is uitgerust met 2 oren en 1 mond. En als u nou 1 tip van mij mag krijgen op het gebied van leiderschap, zorg dat u ongeveer 2 keer zoveel luistert als dat u praat. Als u dat nou doet, dan loopt u de kans dat u zelf een narcist wordt in 1 keer een stuk kleiner. Maar zoals gezegd, ik kan niet in het brein kijken. Overigens kan ik dat hier wel een beetje, want het is een spaarbot. Maar op het moment dat ik hier het brein inkijk van deze leidinggevende, dan zie ik niks. Ik zie alleen maar massa. En er is hier iemand die wel in het brein kan kijken en die kan uitleggen of narcisme nou zichtbaar is in het brein. En die persoon is mijn collega Erik Schredder. Dank je, Kilian. Ja, leuk om te kijken hoe dat narcisme eruit ziet in het brein. Ik moet zeggen, het is ook wel een beetje een tricky onderwerp. Ik heb het over mezelf ook wel eens gelezen al. Ja, denk ik bij mezelf, om het te troosten. Het zal wel zijn in meer of mindere mate. Kunt u een beetje met me meevoelen? Is uw empathisch vermogen nog aanwezig ten opzichte van mij? Dat u een beetje meevoelt van ja, tuurlijk, hè, maar misschien heb je meer en minder. Nou, meer en minder, dat is eigenlijk ook wat het is, meer en minder. Zoals met heel veel dingen, dat ook. En het aardige is, als je dan kijk je weer in de literatuur, en moet een beetje een lijn hebben natuurlijk over die college heen, superleuk. Dan kijk je weer in dat brein en wat zie je dan? Het is de prefrontale cortex, die speelt een rol. Ik heb u al gezegd, het is een waanzinnig belangrijk deel. U ziet bij hoeveel functies dat gedeelte betrokken is. Als u trouwens aan mij zou vragen, dus ik moet dat gebied koesteren, zeg maar, die frontale lob, is natuurlijk het antwoord volledig ja. Dat is zo ontzettend belangrijk als u ziet waar het niet allemaal een rol bij speelt. Die prefrontale cortex speelt ook een rol bij dat narcisme.
En in welk opzicht? Het aardige is, als je niet narcistisch bent, stel helemaal nul, hè, dan is eigenlijk het verhaal erachter is, kijk, ik heb mijn zelfbeeld. Ik heb zelfreflectie. Ik heb een gevoel over mezelf. Met mijn minnen en mijn plussen. En ik ben tevreden over mezelf. Zelfreflectie was een hersenfunctie. Hè? Speelt die frontaal op, vooral ook de binnenkant ervan. En de voorkant speelt een grote rol erbij. Dus ik heb een beeld van mezelf en ik ben er tevreden over. Ik ken mijn minnen. Ik weet wat ik niet goed doe. En ik weet ook wat dus aardig gaat. En als ik tevreden ben over mezelf, dan creëer ik ook een positief zelfbeeld. En als dat positief zelfbeeld, als dat leuk is, dan beloon ik me. Ik voel me daar prettig bij. Nogmaals, hè, met alles ups en downs, maar ik voel me er goed bij. En dat erbij goed bij voelen is ook een hersenfunctie. Dat vind ik geweldig eigenlijk. Ja, het is toch een kostbaar iets eigenlijk. Dat je gewoon ook het goed voelen bij iets, het zit gewoon in je brein. En dat goed voelen, daar speelt een ander gebied een grote rol bij. En dat is het striatum. Dat komt nu aan. En je ziet, het striatum zit diep in de hersenen. Het is een bekend, heel bekend gebied, omdat de voorzijde van het striatum wordt ook wel genoemd. Wie weet het toevallig? De nucleus, de kern, nucleus accumbens. En de nucleus accumbens, die kent u misschien van het feit dat die heel actief wordt als u naar iets verlangt. Wat het ook is in het leven, zeg maar. Verlangen, craving, verlangen naar. We hebben al onze dagelijkse wensen. Het kan een glaasje rode wijn zijn, het kan een sigaretje zijn. Het kan u echt genoeg zijn. Hoe dan ook, ik ga het niet verder uitbreiden. U begrijpt dat u gewoon dagelijks verlangens kent. En als u dan denkt, wauw, wat voel ik, dan is dat toch die nucleus accumbens. En u ziet dus, als ik een positief zelfbeeld heb, ik voel me er goed bij, dan word ik er ook voor beloond. En dat striatum is een onderdeel van uw reward system, van uw beloningssysteem. En u voelt zich oké. Het is dus een superconnectie, die lijn is er inmiddels tussen gekomen, tussen die twee. Dus als u het goed vindt en u bent toppubliek, ik zou vanaf nu willen spreken over het frontostriatale systeem. Oké, of niet oké? Haha, leuk! Frontostriatale systeem. Als dat goed geconnect, als die een goede keiharde verbinding heeft, heeft u een goed zelfbeeld, geen narcisme. Maar met mensen met juist wel wat narcistische trekken, is die verbintenis zwakker. Dus dat zelfbeeld is er niet zomaar zo positief. Die hebben dus, zoals Kilian al zei, de input van buiten nodig. Die moeten alles maar te horen krijgen. Jongen, wat doe je dat weer geweldig. Oh, wat ben je weer top. Enzovoort, enzovoort. Maar, en dat is ook een belangrijk punt, maak je dan uiteindelijk dat gevoel ook eigen of niet eigen? En dat eigen maken van dat gevoel, het idee van, nou, ik doe het dan ook wel goed, zou kunnen helpen aan het zelfbeeld, maar daar zit het ook mis. En waar het dan mis zit, en dat gebied is al een keer eerder genoemd, dat is die insula, die speelt hier ook zo'n grote rol. Kijk, daar heeft hem weer. Dat rode, zeg maar, lijntje wat u daar ziet, is dus eigenlijk als je die slaapkap een beetje uit elkaar zou trekken, dan komt u op die insula. En die insula, die speelt hier een hele grote rol. Namelijk, dat mensen met een narcistische trekken, ernstige narcistische trekken, die voelen niet hun eigen gevoel intern. He, dus als je dan denkt, voel ik me goed of kan ik me goed voelen, dan voel ik intern. Maar als je die mensen dan wat aanbiedt, zeg je, joh, wat doe je toch goed? Dan vertaalt men dat niet in een eigen goed gevoel. Het komt niet aan in dat goede gevoel. Het wordt genoemd alexithymie. Je kunt niet je eigen gevoel gewoon vertalen. Dus dat betekent, ben ik helder? Dat betekent dat je dus steeds meer nodig hebt. En het lukt maar niet om die vertaling te maken, dus je bouwt het ook niet op. Nou, dat is natuurlijk wel ontzettende pech, want dat heb je nou juist nodig. Om dat hele gevoel van dat narcisme, zeg maar, uiteindelijk ook misschien nog weer wat... Het was een glijdende schaal, in meer of mindere mate. Dus die insula speelt een geweldige rol. Er is een studie geweest waarin men mensen die niet narcistisch waren, vergeleken met mensen die super narcistisch waren. En men heeft een niet-empathische taak aangeboden. Niet-empathisch. Die insula speelt een rol bij die empathie. En wat bleek? Bij die niet-empathische taak was de insula bij de narcisten superactief. Dus die bleven, ondanks het feit dat er geen empathie was, bleven die mensen dus gewoon op zichzelf gericht denken, hoe voel ik me? Doe ik het wel goed? Ben ik top? Dus de insula was super, terwijl bij die mensen niet narcistisch, was die insula gewoon deactief. Die deed helemaal niet mee. Nou, wat je daar kunt winnen, hè, eigenlijk. Hè? Indrukwekkend, vindt u niet? De vraag is natuurlijk, dat heeft Kilian heel erg goed aangegeven. Als jij nou werknemer bent, u bent werknemer en u heeft een narcistische leider. En de narcistische leider luistert niet naar u, terwijl u steeds leuke ideeën heeft, steeds nieuwe creatie. U denkt, ja, nu nooit een gehoor, nooit een leuk positief geluid. Wat blijft er over van uw creativiteit? Nu?
niks. Juist over die creativiteit. In ons werk. Op uw werkvloer. Daar gaan we het 5e college over hebben. Dank u wel.